weken kerstvakantie plus een schoollockdownweek, ja, dan wordt het even heel goed zoeken naar vertier met de kinderen. Gelukkig hebben we vrienden die alle leuke activiteiten en omgeving weten. Zoals deze schaatsbaan onder een vliegtuig. Wij zijn Michel en Daisy. Wij leven op Happy Island, vlakbij Amsterdam. Wij delen ons plekje met zoveel mogelijk mensen die er net als wij gelukkig van worden. Het is onze missie om pauzemomenten te faciliteren. En dat doen we met unieke logeerplekjes op en rondom het eiland. Maar ook door trainingen en coaching. Iedere zondagochtend delen we onze belevenissen, zodat jij ook even pauze kunt nemen. Wij kunnen het waarderen als je ons volgt en je abonneert op ons YouTube-kanaal. Ik wil niet in het water vallen. Nou, je moet je zeggen, ik wil gewoon droog naar de overkant. En zo kwamen we ook op een mooie dag bij de avonturenspeelplaats in de Twiske. Jeugdland in Amsterdam had leuke winterworkshops. Happy Klusser is weer volop bezig. De volgende klus. Ene project is nog niet afgelopen en hij bedenkt wel weer wat nieuws. Met de hamer die ik met Vaderdag heb gekregen. Fantastisch. Die komt heel goed van pas, want hij is niet te groot. En hij is heel vrolijk gekleurd. Dus past helemaal. Maar ik ben een nieuwe schutting aan het maken. Want de oude schutting die is gemaakt van wilgentakken. En die beginnen uitgedroogd te raken. Die breken heel snel. Dus die beschuttingen worden eigenlijk steeds doorzichtiger. En met name in het hoekje van de hot tub is dat natuurlijk niet zo fijn. Dus daar wil je wat meer privacy. Dus daar heb ik nu dit voor gemaakt. Dat is een frame waar ik worteldoek omheen heb gespannen. Ik zie hier nog een beetje. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Dus een frame met worteldoek eromheen. En daar leg ik dan zo'n matje overheen. En dat hangen we dan zo meteen op de bestaande palen. Over de bestaande schutting eigenlijk. Dus dan hoeven we niks weg te halen. En dan hebben we hem... eigenlijk snel en eenvoudig gerepareerd met allemaal spullen die we al hadden. Dus ik ga hem even aftimmeren en dan heb ik jouw hulp even nodig om hem op te hangen. Leuk. Dus dat wordt nog een uitdaging om en te filmen en op te hangen. Nou, roep me maar. Ik kan alles tegelijk. Vrouw, hè? Multitask. Ik zal je laten zien waar ik hem bedacht heb. En met name hier het hoekje bij de hot tub. Achter, daar heb ik hem dus bedacht. Dan ga ik hem aan die palen vastschroeven en dan hangt hij mooi hier voor de wilgentakken en dan kun je er niet meer doorheen kijken. Dus hier is de eerste paal waar ik hem tegenaan zet. Dus ik moet hier nog eventjes die rozenstruik loshalen, want die kan dan daarna weer over de nieuwe schutting verder groeien en vastgemaakt worden. Dus dat gaan we doen en dan ga ik deze roepen om hem even samen op te hangen. En hij hangt. Kijk, dat ging toch redelijk vlot. Ik moet nu alleen die rozenhaag weer eventjes vastmaken zo. En dan kan die er mooi voor langs groeien. En dan hebben we toch een mooie afscheiding zo. Waarbij je niet meer doorheen kijkt als je in je naki in de hot tub ligt.
En zo varen we het nieuwe jaar in. Het was weer een heerlijke week. We hopen dat je een grote glimlach op je gezicht hebt. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.